Hoi, leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video op het kanaal van Applejack. Mijn naam is Manon en vandaag ga ik het met je hebben over dazen en dazen vallen. Dus ben je benieuwd wat ik daar vandaag over heb te vertellen? Blijf kijken! Dazen, dat zijn eigenlijk een van de meest irritante insecten voor je paarden. Het zijn bloedzuigende insecten en ze worden eigenlijk ook wel paarden- of hertenvliegen genoemd. Dus nou, dat zegt het misschien wel een beetje. Een daas die prikt niet, die steekt niet, maar die bijt. Die heeft geen angel zoals een mug of een wesp, zeg maar. Maar een daas heeft een snuit met hele kleine mesjes en daar bijt hij dus mee. En hij bijt paarden, maar ook ander vee, maar ook mensen. En wist je trouwens dat alleen de vrouwtjesdaas bijt? De mannetjesdaas die is alleen maar op zoek naar nectar voor eten. Maar de vrouwtjesdaas die bijt eigenlijk maar één keer in haar leven. En dat is dus om bloed op te nemen uit voornamelijk vee, dus voornamelijk paarden. En dat bloed heeft ze nodig om haar eitjes te voeden en haar eitjes dus weer te kunnen leggen. Dus daarom prikken ze. Nu denk je misschien, je hebt ook steekvliegen, van die prikvliegen, je hebt muggen, die steken toch ook. Waarom is een daas dan nog zoveel erger? Nou, ik weet niet of je al eens bent gebeten door een daas, maar een dazenbeet, vooral voor een paard, doet zoveel meer pijn. En daardoor zijn dazen dus ook extra vervelend, want er zijn dus heel veel paarden best wel bang voor dazen. En als ze dus een daas in hun buurt merken, kunnen paarden daar echt van gaan vluchten. Dus wegrennen, schrikken, paniekreacties. En dat maakt dazen gewoon echt heel vervelend. En dazen kunnen ook nog eens best wel hard vliegen en ze zijn heel hardnekkig. Dus je hebt best wel, het gebeurt wel dat een paard schrikt, wegrennen, maar de daas hem blijft achtervolgen. Een paard kan daar dus echt helemaal gek worden. Helemaal uit zijn dak gaan en nou ja, met alle gevolgen van die natuurlijk. Dus daarom zijn dazen gewoon ook extra irritant. Voor mij dus een aanleiding om daar een hele video over op te nemen. En ik wil je vandaag dus ook laten zien wat je kan gebruiken, kan kopen of kan maken om dazen te weren bij je paarden. En uit onderzoek is gebleken dat dazen voornamelijk aangetrokken zijn door een lekkere donkere vacht. Dus de donkere paarden hebben vaak meer last van lichte paarden dan lichte paarden. En verder is een daas aangetrokken dus tot de donkere kleur door de warmte en de geur die je paard uitstraalt. Dus daar komen ze echt op af. Het is niet dat ze echt kunnen registreren van oh, dan zie ik een paard, ik zie een contour van een paard. Nee, ze zien echt de warmte zeg maar, van het paard afkomen. Ze ruiken de geur, bijvoorbeeld een beetje zweet of zo. En dat. Maar omdat daas dus zeg maar van die kleine mesjes heeft en niet alleen prik, maar dus echt een beetje zo bijt, kan dus ook door dunne stof zijn, zoals je t-shirt. En daarom is voor een daas gewoon net even wat meer nodig dan alleen vliegen, afweermiddel, dingen, zeg maar. Als een daas op je paard is geland, dan zijn ze vaak best wel traag en dan kan je hem eigenlijk zo eraf slaan. Maar vaak is dan het kwaad al geschied, want zodra een daas landt, prikt hij, of nou ja, bijt hij dus eigenlijk meteen. Ik moet geen prik zeggen, hij bijt. Dus als jij een daas van je paard afsliet, ja, dan heeft hij waarschijnlijk, is een hele grote kans dat hij hem al heeft gebeten. Zo, laten we het dan nu hebben over wat middelen of opties of weet ik veel. Dingetjes die je kan doen om dazen dus te weren bij paard, om te voorkomen dat hij geprikt wordt, om te voorkomen dat jij eventueel geprikt wordt. En natuurlijk om te voorkomen dat je paard helemaal in de paniek raakt en voor een daas gaat wegrijden. En het eerste, meest makkelijk zeg maar, is een dazenwegspray. Dus die spray gebruik je, die verspreidt een bepaalde geur, waardoor die dus de geur van jouw paard maskeert. En want het blijkt dus dat dazen wel meer zijn aangetrokken tot zeg maar de zweetgeur van een paard. Het maskeert de geur van je paard, waardoor dazen dus ja, wel op een afstand blijven. Maar het is natuurlijk niet een, een oplossing voor lange termijn. Als jij het gebruikt bijvoorbeeld voor een buitenrit, is dat natuurlijk ideaal. Want je bent natuurlijk vaak maar 1 of 2 uur weg. Maar op de wei, ja, het werkt natuurlijk niet voor eeuwig. Het werkt maar een paar uurtjes, maar als je paard bijvoorbeeld veel gaat rennen, gaat zweten of gaat rollen, ja, dan wordt de geur van het middel wordt natuurlijk al minder, waardoor zijn eigen geur natuurlijk wel weer naar boven komt. Dus dit is eigenlijk meer een oplossing, bijvoorbeeld als je op stal staat en de hoefsmid komt bijvoorbeeld. Hij moet gewoon rustig staan en niet helemaal gek doen. Of je wil gewoon rustig kunnen vlechten voor de wedstrijd. Weet even naar buiten met rijden, weet je, zeg maar de wat kortere tijden, dan is het natuurlijk ideaal, want het werkt wel dan. Maar als je paard zeg maar echt 6 of 8 uur lang op het weiland staat, dan heb je misschien toch wel iets hardnekkiger dingen nodig. Terzij je natuurlijk elke 3 uur naar het land gaat en even joe, ik kom in. En dan weer weggaat. Maar ja, dat schiet natuurlijk niet op. Dus als jij echt wil voorkomen dat je paard ook op het land niet wordt achterna gezet door dazen, dan hebben we nu het grove schut dat we gaan inzetten. En ik ben natuurlijk niet voor niks hier in de winkel gestaan, want dit is dus een dazenval. Dat heb je misschien wel eens ergens zien hangen in een weiland. En het ziet er heel apart uit en een beetje ingewikkeld, maar dat valt dus wel mee. Maar het werkt dus als volgt. Dit is zeg maar de kap, die is helemaal dicht, maar wel doorschijnend dat je er doorheen kan kijken. En hieronder zit een grote zwarte bal.
En het idee is dus als je dit in het land hangt, dat deze bal wordt opgewarmd door de zon. Daardoor wordt hij dus heet. Door de wind, hij hangt heel los, zeg maar. Door de wind gaat hij een beetje bewegen. En dan het daas is natuurlijk gewoon een insect. Door zijn primitieve brein zal dan denken van, dat is ook een prooidier voor mij. Dus hij zal misschien denken dat het ook een soort paard is. Omdat het de warmte, zeg maar, het straalt uit, dat kan hij oppakken. Het beweegt een beetje, dus ja, hij zal misschien denken dat dat dan een dier is. En dan zal hij daarop afkomen. Vervolgens landt het daar natuurlijk op de bal. En dan denkt hij van, hey, dat klopt niet. Jullie hebben mij in de zeik genomen. Maar een daas kan dus na het landen alleen rechtop vliegen. Dat is zo. Hij is niet zo heel slim, denk ik. En omdat hij dan dus rechtop vliegt, vliegt hij omhoog. De daas landt, vliegt omhoog. En ik hoop dat je hem kan zien. Hij eindigt dus daarbovenin. En dat is, zeg maar, een opvangreservoir. En het reservoir, dat zit dus helemaal dicht. En daar kunnen ze dan gewoon niet meer uit. Dus ja, dit is eigenlijk een manier om het zonder gifstoffen of zeg maar goed voor het milieu dazen te vangen. Ja, dus dit is een optie, dus de dazenval. Zo werkt hij dus in grote lijnen. Zoals ik al net al zei, zijn alleen de vrouwelijke dazen die gaan natuurlijk, die zoeken een prooidier uit. De mannelijke dazen die zoeken nectar, dus die zitten meer in bloemen en zo. Maar als je dus die dazenvallen gebruikt, dan landen dus alleen de vrouwtjes hierop. Daardoor vang je dus alleen de vrouwtjes. Wat dus het voordeel heeft dat uiteindelijk over de lange termijn de dazenpopulatie in jouw gebied, dus bijvoorbeeld in jouw weiland, zo veel minder zal worden, omdat je alle vrouwtjes weghaalt. Het voordeel van zo'n dazenval is natuurlijk dat hij heel milieuvriendelijk is. Je kan hem makkelijk schoonmaken, dus hij gaat jaren mee. Maar hij is wel natuurlijk wat prijziger. Denk aan rond de 100 euro, misschien iets meer zelfs. Als je op zoek naar een iets goedkopere oplossing, dan kan je bijvoorbeeld ook kiezen voor deze Sticky Trap dazenvallen lijm. En dit is dus een lijm. En die vangt dus de daas op. En ik zal even uitleggen hoe het werkt, want dat klinkt natuurlijk misschien nu een beetje vaag. In principe werkt dit, zeg maar, als hetzelfde principe als dat. Je hebt iets nodig wat warm wordt, zoals een zwart object, zoals zo'n bal, maar bijvoorbeeld ook een emmer werkt. En je moet zorgen dat dat object, dus dat zwarte object wat warm kan worden, wat je een beetje beweegt, in de zon hangt. Waardoor het dus dezelfde werking heeft. Dat een daas denkt dat het een prooidier is, omdat het warm wordt, omdat het een beetje beweegt, het straalt warmte uit. Maar dat object smeer dus helemaal in met deze lijm. En deze lijm is trouwens wel vrij van pesticiden en milieuvriendelijk. Dat is wel even belangrijk om bij te zeggen, dat je geen afvalstof of zo hiermee verspreidt. Dat willen we natuurlijk ook niet. En deze lijm breng je dus bij voorkeur aan op een plastic object, wat ik net al zei, dus het liefst zwart. Ja, iets wat een beetje groot is en wat dus goed warm kan worden en wat dus insecten aantrekt. En wat daar veel wordt gebruikt is gewoon een simpele emmer. En je kan bijvoorbeeld, het is natuurlijk handig als je dat ophangt, want het moet wel een beetje ja, op hoogte van je paard ook zijn, zeg maar. Anders op de grond staat, dan kan het natuurlijk niet wapperen, vangt het minder warmte en dan valt het niet op. En dan kan je natuurlijk gewoon zelf een goede zwarte emmer kopen en een gaatje in maken en een touwtje. Maar als je nou niet zo handig bent, net als ik, zeg maar, dan kan je dat dus ook gewoon aanschaffen bij Applejack. Dit is al een geprepareerde emmer met een touwtje die je dus zo op kan hangen. Deze emmer die smeer je dus helemaal in met lijm. En dan als het opwarmt, als het gaat wapperen opwarmt, dan zal dus de horsel erop landen en ook andere bloedzuiginsecten zal het ook wel aantrekken. En dan kan hij niet meer weg, want dan zit hij gewoon vastgelijmd. En die lijm smeert dus helemaal in en dat kan wel tot 16 weken meegaan. En als hij bijvoorbeeld heel vies is geworden, of hij zit veel stof op, of hij is gevallen of wat dan ook, of de lijm is een beetje uitgedroogd, dan kan je dat er gewoon afschrapen met bijvoorbeeld zo'n plamuurmesje waar je ook verf mee kan. Ik sla mezelf. Auw. Maar je kan het dus afschrapen met zo'n plamuurmesje waar je ook verf mee kan schrapen. Nou, ik schraap iets over een emmer af. Zo. En dan smeer je weer opnieuw in. Dat is eigenlijk dan, zeg maar, je goedkope versie van de dazenval. Wat nog even heel belangrijk is om te vermelden, wat ik bijna vergat te zeggen. Zorg dat de emmer hangt, dat hij een beetje kan wapperen. En zorg ervoor dat de emmer buiten het weiland hangt. Dat de paarden er niet per ongeluk aan kunnen likken of aan neus of zo, dat wil je gewoon niet. Je wil niet dat je paard die lijm opeet of oplikt. Dus zorg er wel voor dat hij zo dichtbij mogelijk, maar wel zo, op zo'n manier dat de paarden er net niet bij kunnen. Gewoon voor de veiligheid. Dan heb ik het natuurlijk over de lijmen, want een kale emmer mogen ze best wel aanlikken. Dat durf ik zelf. We gaan nu niet doen, maar je snapt me. Dus een object met lijm niet te dicht bij de paarden. Trouwens wel handig om die dazenlijm even met bijvoorbeeld een verfroller of een goede kast aan te brengen, want dat wil je niet met je handen. En die dazenlijm heeft expres een beetje een vieze geurtje, waardoor dus andere vliegen of insecten die vaak op een wat zoetere geur afgaan, daar dus niet op afkomen, waardoor die echt wel specifiek voor dazen is. Dus dat je niet te veel andere insecten ermee vangt, want dat wil je natuurlijk niet, meestal.
Wat natuurlijk ook goed helpt is gewoon een lekkere stevige vliegendeken. Maar die heb ik verder niet echt benoemd omdat ik daar laatst al eerder een video over heb gemaakt. En tevens ook over vliegenmaskers, die kunnen natuurlijk ook helpen. Dus ik zal die video's even hierboven linken en ik zal ze ook even in de beschrijving zetten. Dan kan je zien wat ik daar allemaal over heb verteld. Maar dat kan dus ook een goede oplossing zijn om je paard goed in te pakken in dikke vliegendekens. Zo, en dat was eigenlijk alles wat ik nu heb te vertellen over dazen en dazenvallen en hoe je ze een beetje kunt weghouden bij je paard. Ik hoop dat je een leuke video vond, maar heb je nog vragen, stel ze zeker hieronder in de comments. En vergeet je ook niet te abonneren via de rode abonneerknop hieronder de video. En dan blijf je voor altijd op de hoogte van wat ik upload. En nu heel erg bedankt voor het kijken en ik zie je de volgende keer weer. Doei!